kan niet anders, Karin. We doeken de club op. We moeten wel verkopen. Dan moet er toch een andere manier zijn? Ja, dan had je beter op de centen moeten letten. Omdat jij zoveel auto's koopt? Omdat jij niet op de rem trapte. Sorry, Karin, luister even. Wij moeten verkopen. En die Amerikanen, die kopen sowieso alles wat los en vast zit. Moet jij eens opletten, dit wordt zo'n makkelijke deal, joh. Zeg jij tegen papa? Papa, luister. Papa, we hebben heel erg ons best gedaan. We hebben echt alles geprobeerd. Eigenlijk alles wat binnen onze macht had. We gotta get this show on the road. We're in a bit of a hurry. Yeah, well, my colleague said we're in a hurry, so, you know, if we can continue. Yes. This is the blauwdruk of this, the map of this. One for you. And let's start with the working couch. My father built this all from nothing. So, that's it. Yeah, it's not groot. At all. Big. It's not big. But yeah. So what you think? Yeah, ladies, I don't know what to say. Yeah, it's good, eh? It's good. It's very good. So, are you gonna buy? I want to buy. No, we buy. We buy. Name your price. 500,000 euros. 500,000 euros for this show? I'm gonna give you 100 grand and you're gonna be happy. 100? 100? Yeah, I gotta get rid of all this scrap and tear down these walls, clean the floors. We're rebuilding this from scratch. This is gonna be the greatest Starbucks in Rotterdam. It's gonna be great, really. I mean, we're gonna have to get rid of these cars because they don't work anymore, and I'm pretty sure I've been stepping in oil this whole time I've been here anyway. I think your dad would agree this place is dumb, you know what I'm saying? So let's get that wrecking ball. No. I just came with him. All right, I don't agree with him. He's just teaching me, and he's a bad teacher. Bad teacher. I love this place. Your dad built it from the ground up. It's best garbage I've ever seen. Garbage? Oh, garbage. No. Garage. He would say garbage. I say garage. I love your garage. I love Rotterdam. Toen wij uit Rotterdam vertrokken. Toen wij uit Rotterdam vertrokken. Dat is ook hartstikke lastig bij de Starbucks, want eerst moet je de maat weten en dan wat voor soort koffie je wil en of je room wil en allerlei andere keuzes. Juist, keuzestress. En wist je dat bij de invoering van Starbucks, hè? Toen kwamen al die verschillende maten. Groot, middel, klein. Nee, dat was toch al ervoor? Wel, nee joh, nee. Die Amerikanen, hè, die hebben dat toen geïmporteerd. En toen hebben ze er ook nog allemaal nieuwe namen aan gegeven, hè? Tall, grande en Big? Nee, niet big. Tall? Nee, tall is klein. Nee, ik weet het alweer. Het was Yeti. Listen, I have our money in the trunk. You can take it. Take it all. Wow! It's enough to pay the garbage. What are you gonna do with us? Oh, it's time to play the wrecking ball. Ja, nee, ik vind het toch niet makkelijk.
Ja, niemand zei dat het makkelijk was. Jawel, jij vanmiddag in het kantoor? Ja. Oh ja. Oh. Dus ik was helemaal vergeten. Zullen we de auto houden? Nou, het is wel een elektrische. Ja, dan zetten we er toch een andere motor in. Ja. Laten we dat doen. Ja. Nou, op hem wassen.